Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Een belangrijke regel van mediaadviseurs voor mensen die gevraagd worden voor een televisieprogramma is: als je er niets mee kunt bereiken met dat tv-optreden, dan kun je beter thuis blijven of je mond houden. Maar deze week was weer eens te zien dat een hoop mensen die les niet helemaal goed hebben meegekregen. Neem nu Yvonnie. Dit fragment uit Pauw en Witteman van een paar weken geleden kunt u zich vast nog wel herinneren. Maar geloof maar, voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes. Ja, Ivo werd verketterd om zijn grootheidswaanzin. Maar na een aantal weken van radiostilte was het nu toch echt tijd voor Ivo's mea culpa in datzelfde programma. Ik dacht nog toen dit klaar was, nou, dat heb ik goed gedaan. En de volgende ochtend zag ik het terug en ik schrok me echt letterlijk op zijn Amsterdamse tering. Ik denk, ik herken die man nou. Dus dat klinkt als een makkelijk excuus. Het was natuurlijk een volslagen buitenproportionele reactie, maar ik ging totaal uit mijn dak. Nee, Ivo zou zijn leven gaan beteren. Geen borstklopperij meer over zijn vakmanschap. Ja, maar Ivo kon het toch niet laten om dan wel even een fragment mee te nemen van een Franse talkshow waar hij onlangs nog de ster uithing. Le présentateur vedette des Pays-Bas, Ivo Nieuw. Voilà, oui. Oui, oui, oui. D'abord, vous êtes un fan de mon temps depuis toujours. Mais c'est sur la base des interviews qu'on avait ce spectacle, parce qu'il y avait un producteur aux Pays-Bas qui a dit: je viens d'acheter un tout petit théâtre à Paris, le Mogador. Ja, u hoort het ook, dit was weer een belachelijk groot succes. Dus of hij van de hele situatie nou weer heeft opgestoken. Ook CDA-dissident Kathleen Ferrier trok dinsdag stevige lessen uit haar mediaoptredens. In Altijd Wat keek ze terug op haar aandeel in de Mauro-affaire. En wat heeft ze daarvan geleerd? Ik heb hieruit geleerd, ik heb in ieder geval ervaren hoe belangrijk het is dat je altijd met je collega's tot een goed resultaat probeert te komen. En ben maar je ik moest heel... daarvoor wel even buiten de boot hangen een tijdje. Dingen gaan nooit vanzelf. Iemand die ook wel eens een lesje mediatraining kan gebruiken is oud-Dutchbed-commandant Tom Karremans. De uitnodiging voor de aflevering van KRO Profiel van deze week had hij beter over kunnen slaan. Want daarin kwamen naast hijzelf ook oud-collega's van hem aan het woord die hem van meineed beschuldigden. En ook kwam een bekende aandoening van Karremans, geheugenverlies, weer even om de hoek kijken. Die 11 juli 's avonds ontmoet hij Mladic opnieuw. Bij die gelegenheid zou de Servische generaal een varken hebben geslacht om Karremans te intimideren. Is er een varken geslacht daar? Ja, men heeft dat gezegd. Dus, u heeft dat zelf niet gehoord? Kan men dat niet 100% herinneren. Maar goed, als je dan al een uitglijder voor de camera maakt, hou je dan even koest. Binnen blijven, gordijnen dicht, tot het is overgewaaid. Maar nee, wat doet Karremans? Die gaat nog een beetje reclame zitten maken voor de documentaire door te eisen dat die niet wordt uitgezonden. En verder in het nieuws, Dutchbed-commandant Karremans woedend op de KRO. Nog meer blaffende honden deze week bij de rijdende rechter. Leidend voorwerp was Fabiola, een extravagante travestiet, annex wandelend kunstwerk. Zij, of hij, dat weet ik niet, werd door een vriend beschuldigd een gay pride boot te hebben gestolen. De roze verwijten vlogen over en weer. Ik heb die boot niet willen halen. Hallo. Ik heb die boot niet willen halen. Ik heb je willen helpen, want ik wilde naar huis gaan daar. Als jij je laat vastnemen door je buren kunnen het getuigen. Luister, ik heb het hier wel gezien. Niet meer schreeuwen. Ja, maar het is nee. Ja, en hierna volgde een hoorzitting waarbij de publieke tribune bijna enkel werd bevolkt door mannen met baardgroei in roze jurken en roze boas. Ja, kortom, Koefnoen leek nu al terug van vakantie. Je hebt de sleutels aan een huisbaas gegeven. En leugenaar, en wie dat? Jij bent een gestoorde. Ja, die arme meester Visser. Kijk, ik geef toe, leuke televisie. Maar hoe wil de verantwoordelijke omroep, de NCRV, zich ook alweer profileren? De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV. Tja, soms past het imago dat je in jaren hebt opgebouwd gewoon niet meer bij wat je uitstraalt op tv. Neem nou Albert Verlinde. Inmiddels toch een gerespecteerd zakenman en intellectuele tv-maker. Maar hij zag er nog steeds uit als een roddelnicht. Daar moest hoog nodig wat aan veranderen. En dus, deze week in RTL Boulevard. Dus Albert, ik vind nu wij die foto hebben uit België, vind ik dat je best je bril gewoon... Zal ligt ik dat gewoon voortaan ja, doen? Zet hem maar gewoon op. Staat goed. Iemand die ook wel toe was aan een nieuw imago was Gerard Joling. Hij staat toch bekend als de flapuit van Hilversum, maar vond dat het nu toch echt tijd was voor wat meer ingetogen optredens in de media. Deze week was daarom de grote ommezwaai een tikkeltje geholpen door een operatie aan zijn stembanden. Gerard, die de afgelopen tijd al veelvuldig kwakkelt met zijn gezondheid, moet nu echt absolute rust houden. Vanavond in de vroege uitzending van Shownieuws moest Geer dan ook via een whiteboard communiceren met onze Victor en Evert. Je gaat lekker met vakantie.
Maar ja, je was er ook op voorbereid. Waar ga je naartoe? Sint Maarten. Rio? Echt waar? Nou, is toch een van de beste interviews met Gerard die ik sinds lange tijd gehoord heb. Ja, je staande houden op televisie, het lijkt zo makkelijk. Maar u hoorde het, zelfs de meest geroutineerde BN'er laat nog regelmatig een steekje vallen. Kassie kijken met Ron Vergouwen.